Nou, ja, paragraaf 4.4, dan gaan we het hebben over de islam. Um, drie leerdoelen daarvoor weer. Je kunt beschrijven hoe de islam ontstond. Je kunt de belangrijkste kenmerken noemen van de islamitische geloofsleer. En je kunt beschrijven hoe de islam zich heeft verspreid en verbrokkelde. Dat laatste is. Ja, het is meer hoe het islamitische rijk verbrokkeld is. Niet per se dat de islamitische naam. Nah, nah, nah. um, begin 7e eeuw ontstaat. Uh, de islam in Mekka. Dat ontstaat op het moment. Uh, nou, ja, laten we eerst even naar het begin gaan. In Mekka geloven nog heel veel mensen op dat moment in natuurgoden. Daarnaast zijn er in Mekka ook een hoop uh, christenen. En zijn ook een hoop joden. Dat zijn mensen die er naartoe zijn gegaan om te handelen. En um, een andere handelaar, Mohammed, is bijvoorbeeld ook heel veel in andere gebieden geweest. En is daar ook in contact gekomen met joden en met uh, christenen. En hij raakt er eigenlijk vanuit dat um, hun idee van een monotheïstische godsdienst, dat dat eigenlijk uh, de juiste godsdienst is. Dat zijn, uh, het, zij hebben het juiste plan opgevat, want dat natuurgodsdienst slaat allemaal nergens op. Er is maar één God en dat is Allah en uh, Mohammed is zijn profeet. Tenminste, Mohammed wordt de boodschapper van Allah. Uh, niemand in Mekka is bereid naar deze man te luisteren. Hij, heeft, hij komt eraan en hij geeft aan: ja, Jullie geloven dat klopt allemaal niet. Uh, maar ik kan je nu vertellen: Die natuurgoederen waar je in gelooft, hij is niks. Uh, ik heb het juiste. Ik heb het juiste idee en um, je moet maar naar mij luisteren. En jullie weten nog goed dat het is afgelopen met Bonifatius. Nou, met Mohammed loopt het iets beter af, want hij wordt alleen maar verbannen. Hij moet uh, vertrekken uit Mekka naar. En hij vlucht dan met een paar maten van hem naar Medina. En dat doet hij in het jaar, het christelijke jaartelling 622. En daarmee begint eigenlijk de islamitische jaartelling. Want 622 is de hijra, het moment dat uh, Mohammed moet vluchten uit Mekka naar Medina. En daarmee begint de. Islam. Um, in Medina lukt het wel om mensen tot de islam te bekeren en daarna gaat uh, Mohammed vanuit Medina ook weer heel veel, uh, uh, het, tenminste het islamitische geloof verspreiden en uiteindelijk komt dat islamitische geloof weer terug in Mekka en wordt Mekka ook een heel belangrijk, eigenlijk de belangrijkste islamitische stad. En dit gebeurt allemaal in Arabia, op het, plekje wat je, het plaatje wat je hier ziet op dit um, kaartje. Er zijn vier belangrijke kenmerken van de islam die je moet gaan kennen. Ten eerste, de uh, islam kent een heilig boek. En dat heilige boek heet de Koran. En dat, de Koran bevat verhalen over Mohammed, bijvoorbeeld, want dat is de belangrijkste profeet. Maar aan de andere kant vat, bevat het ook verhalen over uh, Mozes en Jezus, wat ook profeten zijn van die ene god. Uh, Moslims geloven daarnaast in één god en Mohammed is zijn profeet en wat belangrijk is om te begrijpen aan de islam is dat zij er ook in geloven dat Jezus en Mozes profeten zijn geweest van die ene god, maar dat dat niet de laatste profeten zijn geweest van die ene god. Dus Jezus heeft gelijk, maar hij heeft nog net niet zoveel gelijk als Mohammed. Mohammed is degene die eigenlijk de laatste versie van het geloof aan het verspreiden is en daarmee is hij de belangrijkste van alle profeten. Moslims moeten leven volgens de vijf zuilen. De vijf zuilen die staan hier op dit kaartje. Die moet je ook gaan kennen. Je, moet niet, je hoeft voor mij niet per se de islamitische naam te kennen. Maar je moet in ieder geval weten wat deze. Uh, wat deze zuilen eigenlijk betekenen. Dus moslims moeten de volgende dingen doen volgens die vijf zuilen. Zij moeten vijf maal per dag bidden met hun hoofd. Ze moeten geknield met hun hoofd richting Mekka, moeten zij bidden. Uh, de Shahada, de, ze moeten God eren en zijn profeet. Er is maar één God, dat is Allah en Mohammed is zijn profeet. Uh, de Ramadan, de vaste maand, die moeten zij uh, volgen. De vaste maand is uh, voor moslims een maand waarin moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet mogen eten. Ze mogen alleen maar eten op het moment dat het donker is. Uh, de Zakat, het geven van gift aan armen, zij moeten uh, Giften geven aan arme mensen. En zij moeten één keer in hun leven op Hajj, zij moeten één keer in hun leven op bedevaart naar Mekka. Zij moeten dan naar Mekka en zij moeten daar zeven keer rondom de Kaaba lopen, al biddend. En dat is één van hun uh, vijf verplichtingen die zij hebben. Um, daarnaast, moslims komen moslims op vrijdagmiddag bijeen in hun gebed, gebedshuis en dat heet de moskee. Dus de moskee, de Koran en de vijf zuilen, zijn de belangrijkste punten die je moet kennen van de islam. Nou, Mohammed bestuurt zijn islamitische rijk persoonlijk tot aan zijn dood. En daarom is hij een heel groot verschil met uh, Jezus Christus. Jezus Christus heeft een uh, wonderen verricht. En uh, daarna is hij vermoord door de Romeinen. En Daarna is zijn verhaal verspreid door vrienden van hem. Maar Mohammed, die verspreidt zelf zijn eigen geloof, die uh, is tot een hele lange tijd de baas van zijn islamitische rijk. En op het moment dat hij overlijdt, gaan maten van hem, gaan het islamitische geloof verder verspreiden. Dus Mohammed heeft nog meegemaakt dat zijn geloof ook daadwerkelijk een geloof werd. Uh, grote gebieden met rijk, de islam, blijft zich verspreiden na de dood van Mohammed in 632. En dan gaat het eigenlijk vrij rap. Um, het, de hele grote gebieden met hele rijke steden worden veroverd, waarbij christenen en joden zich niet hoeven te bekeren tot islam, maar um, ze moeten wel wat extra belasting betalen als zij uh, een betere baan willen hebben in het leger of in het bestuur. Je ziet op dit kaartje hoe het, de islam is verspreid. Um, en dan zie je ziet ook dat dat in gewoon twintig jaar tijd is gebeurd. De islam heeft zich heel snel verspreid vanuit Arabië naar uh, de noordkust van Afrika. Heel de noordkust van Afrika was islamitisch Daarnaast was uh, Turkije voor een deel islamitisch geworden, want daar zat het Oost-Romeinse Rijk nog. Dus die hielden de uh, expansie van uh, de islamitisch kalifaat hielden ze tegen. Maar uiteindelijk wordt de islam wel heel erg ver verspreid binnen uh, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Als je aan die steden die er veroverd zijn, dat zijn voornamelijk christelijke steden. En die steden die mogen dus christelijk blijven, zolang zij wat extra belasting betalen. Um, daarom gaan heel veel mensen zich in die steden toch wel bekeren. Omdat het, het is heel fijn om het goede geloof te hebben, maar het is nog beter om minder veel belasting te betalen. En daardoor gaan heel veel mensen zich uiteindelijk toch verspreiden, of tenminste bekeren tot de islam. Nou, het islamitisch Rijk is uiteindelijk enorm. Je ziet op dit kaartje, alles wat gekleurd is, is een islamitisch deel geweest van een Islamitisch kalifaat. Of het is een Islamitisch kalifaat aan zich. <laughs> het islamitisch Rijk is enorm, maar het valt uit elkaar vanwege ruzies over wie het moest besturen. En dat betekent dat je uh, rond het jaar, ik weet niet eens welk jaar het is, laten we zeggen. 700. Uh, bestaat het islamitische rijk uit de gebieden die je hier ziet. Middenin heb je het, uh, het Abbasidische rijk en dat is het grootste deel van het islamitische uh, van de islamitische wereld. Je hebt daarnaast, heb je Persië, wat voor een groot deel islamitisch is geworden. Uh, je hebt uh, Tunesië, je hebt Marokko, dat zijn ook twee gebieden die islamitisch zijn geworden. En op dit kaartje kun je ook heel goed zien dat Spanje een islamitisch rijk is geworden. Spanje heeft, uh, tenminste Cordoba, het kalifaat Cordoba heeft bijvoorbeeld ook oorlog gevoerd tegen Karel de Grote. Dus daarom heeft Karel de Grote oorlog gevoerd in de Pyreneeën, om ervoor te zorgen dat de islam zich daar niet verder spreiden, uh, uit uh, ging verspreiden. Nou, en daarmee komen we tot het einde. Uh, je kunt beschrijven hoe de islam ontstond. De islam ontstond toen Mohammed <coughs> vluchtte uh, uit Mekka nadat hij had verteld dat er maar één God was, en dat mensen zeiden: Nou, dat vind ik niet zo'n cool verhaal. Toen is hij vlucht vanuit Mekka naar Medina en daarmee begint de islamitische jaartelling. Het uh, belangrijkste kenmerk van de islamitische geloofsleren: dat zijn in ieder geval ze hebben een, mo ze hebben een moskee waarin ze bidden, ze, hebben, ze bidden, ze gebruiken een heilig boek, de Koran. Um, ze hebben de vijf zuilen en zij geloven dat er maar één God is. Ze hebben monotheistische godsdienst en dat Mohammed de profeet is van die God. En je kunt beschrijven hoe de islam zich heeft verspreid en verbrokkelde. De islam heeft zich verspreid doordat er uh, direct veroveringen kwamen vanuit een islamitisch bestuur. Dat zij heel veel christelijke gebieden hebben veroverd. En zij hebben daar mensen niet verplicht om, om islamitisch te worden, maar ze gaven ze belastingvoordeel als zij moslim werden. Dus daarom hebben heel veel mensen zich uh, bekeerd tot de islam. Het verbrokkelde uiteindelijk omdat er ruzie kwam over wie dat grote islamitische rijk nou moest gaan besturen. Uh, daar zit nog een heel ander karakter uh, aan, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dus dat is misschien voor een andere keer.